Wil jij daarover vertellen wat jou overkomen is op de werkvloer? Ja, een beetje veel. In ieder geval komt het erop neer. Kijk, grensoverschrijdend was bij mij in ieder geval van god, doe je blouseje een beetje open, een beetje meer. Je weet toch dat dit een mannenzender is? Ja, je werkte voor even, de tv. Ja, precies, even ja, ik werkte voor televisie inderdaad in die tijd. Ja. En even de zender erbij, want dan weten we ook meteen, dat was toen de tijd voor SBS. Precies. Ja. En dan zou je zeggen, ja, dat zit in de zender. Nee, ik bedoel, ik hoor dit vaker. Ook binnen de horeca, klap op de billen, het wordt vaak gedaan. Ja. Dat ik denk van, hey, waar ligt de grens? Tuurlijk, er is echt een verschil. De ene is meer, ja, hoe moet ik dat zeggen, aanrakerig dan de ander. En soms gaan we daarin ook te ver om dat meteen grensoverschrijdend te noemen, vind ik persoonlijk. Maar als de een niet akkoord gaat met het gedrag en dat laat die non-verbaal, verbaal weten, dan vind ik die ander moet dan gewoon stoppen. Ja. Direct. Maar misschien ook als die ander niet in staat is om dat verbaal of non-verbaal te laten weten. Want dat is natuurlijk ook nog een ding. Ja. Moet je ook maar durven. Precies, ja, dat is het. Dus daar gaan we het over hebben. Moed voor nodig. Ja, precies. Hoe heb je het zelf aangepakt in de tijd? Nou, dat vond ik een hele lastige. Want ik was eigenlijk stiekem toch wel een beetje bang om dan vervolgens mijn baan kwijt te raken. Van 10 anderen zijn er op de wacht die mijn rol willen overnemen. Ja. Dus ik heb het in eerste instantie maar geslikt en gepikt. En dat is natuurlijk een heel herkenbaar verhaal, precies. Helaas. Ja. Dat is in, volgens mij, een heleboel sectoren wordt dit herkend. Hè? Ik heb Oprah Winfrey er ooit over horen zeggen. Hè? Because my mother had bills to pay, children to feed and dreams to fulfill. Exact. Dus je wilde doorgaan. Maar het is heel wrang, hè, als je daarover nadenkt. Ja. Dus je hebt je mond gehouden. Ja. Dat je bang was voor de gevolgen. Precies. Maar je wilde het niet. Natuurlijk wilde ik het niet. En ik liet het wel merken non-verbaal. Want ik keek hem met grote ogen aan. En ik zei nog, wacht even. Ik presenteer voor een nieuwszender. Wat is dit? Ja. Weet je, waar gaat dit om?